Goedenavond allemaal. Ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 gestart en inmiddels voor het achtste jaar voor Janinski Stringtechnologie in gesprek. Vanaf juni 2020 ben ik ook de spreker voor Nederland om deze technologie uit te leggen. En inmiddels ben ik topexpert en ik ben samen met Earl en nog een paar andere mensen de communicatiepersonen om jullie overal netjes van op de hoogte te brengen. Nou is er sinds een tijd, zijn er wat veranderingen gedaan ter vergemakkelijking en om ook aan de wettelijke eisen altijd te blijven voldoen. En de ene kant is dat Janinski Stringtechnologie, dat is het ingenieursbureau, die heeft alle technologie. En van de andere kant zijn wij het Skyward Community. En om het in kort te zeggen, wij zijn gewoon een onderneming die converteerbare leningen omzet en die kunnen straks bij de IPO aandelen worden voor het bedrijf. En in deze laatste, daar zitten wij. En daar geef ik ook de uitleg over en natuurlijk ook over het project van Anatoly Janinski. Dan kun je dat ook weer onderverdelen in drie onderdelen. De ene is de technologie voor de transportoplossingen en de infrastructuurcomplexen. En aan de andere kant het technopark in Belarus en de andere in Sharjah. Dit is de bedenker dan, daarvan, van de technologie, Anatoly Janinski. Hij is wetenschapper en investeerder. Hij heeft veel publicaties gedaan, wetenschappelijke en ook monografieën. Hij is werktuigbouwkundige, elektronica in de chemische industrie. Algemeen ontwerpen van Janinski Stringtechnologie. Hij heeft heel veel gedaan en de laatste tijd vooral dit project van de nieuwe techniek en de energie. En dan moet je het zo zien. Hij heeft een vervoer ontwikkeld op het tweede niveau. Dat wil zeggen, het eerste niveau is op de grond, een weg, zoals wij die allemaal kennen. Het tweede niveau is op palen door de lucht. Dat noemen we het tweede niveau. Dat zorgt in ieder geval alvast ervoor dat er minder materialen nodig zijn, want door de kolommen die gebouwd worden, heb je niet zoveel grondstoffen meer nodig. Ten eerste milieuvriendelijker, maar natuurlijk ook bouwtechnisch een heel andere manier van bouwen. Want wereldwijd is er gewoon zijn er veel problemen, zeker met de CO2-uitstoot en met de lucht die daarmee vervuild wordt. Maar ook de oppervlakte van de grond, de water, alles. En daar moet iets aan gedaan worden. Dat zag hij al veel eerder, omdat hij in de omgeving van Tsjernobyl is opgegroeid. En dan begrijp je ook een beetje waarom dat hij er zo fanatiek achterheen zit en gewoon is bezig gebleven om iets goeds te ontwikkelen. Nou zijn er meerdere onderdelen en rechtsonder zie je Janinski Stringtechniek Transport. Dat is waar ik het meeste over ga vertellen. Maar daarnaast is er ook de biosferische landbouw. Daar ga ik op het eind ook even iets over zeggen. Dan heb je ook nog de bio-energie en de lineaire steden. Over alles zal ik wel een beetje vertellen, maar het gaat hier vooral nu over het transport. Want dat is het belangrijkste en ook het meest efficiënte voor dit moment. En Anatoly Janinski die heeft dit gebouwd. Ik ben in Belarus geweest in 2018 en 2019. En toen heb ik deze foto onder andere gemaakt. Je ziet er ook mensen lopen en zo. Dit is echt wat daar destijds. Deze foto was van 2018 trouwens, want daar zie je bovenop de U-flash. En die was pas in 2018. Die was er in 2017 nog niet om te testen. Dan heb je de passagiersvervoermodellen. Dat zijn deze. In het midden komen daar voor de industrie. Maar deze passagiersmodellen die zijn verschillende modellen gemaakt van weinig tot meerdere opties voor passagiers om mee te reizen. En dit zijn de industriële. Dan zie je vooral ook containervervoer. Die is hier heel erg goed aanwezig, maar die is ook heel belangrijk. En er is heel veel vraag naar. Nou zeggen veel mensen, ja dat bestaat al lang. Ja, dat klopt, in Duitsland, maar ook in China heb je wagons die aan de bovenkant wielen hebben. Die rijden ook op het tweede niveau, maar die hebben dezelfde uitstoot als eentje die gewoon een tram of trein die op de grond rijdt.
die gebruikt nog de fossiele grondstoffen. En ook de kabelbanen, die gebruiken wel geen fossiele grondstoffen, maar die bestaan ook, maar die gaan heel langzaam en die hebben maar een korte afstand. Die kunnen nooit geen snelheid houden. Dus het lijkt allemaal op elkaar, maar het is toch anders. Zoals je ook verschillende modellen auto's hebt en verschillende modellen treinen, heb je hier ook verschillende modellen van vervoer. Als je dan gaat kijken hoe het gebouwd moet worden, hoe het normaal gebouwd wordt, dan wordt er van A naar B wordt er een wegdek gemaakt. Dan wordt van A naar B alles geëgaliseerd en dan moeten de dieren die er leven verhuizen, die moeten ergens anders naartoe. En dan kan men daar bouwen. Jeninske stringtechnologie bouwt anders. Die plaatst pilaren. Dus dan zie je alweer een pilaar in de wegbedding. De grond hoeft niet geëgaliseerd te worden. Die kan hetzelfde blijven. Als die pilaren staan, dichter bij elkaar of verder van elkaar, dan kunnen ze daar een kabel strak terug tussen trekken. En die wordt aan het uiteinde vastgezet. En dan moet je zien, zoals bij een gitaar. Een gitaar die heeft ook snaren en die worden ook aan het uiteinde eigenlijk strak gedraaid. En zo is het in het groot hier ook. En als die snaar ook nog eens omhuld wordt met een hard omhulsel, dan krijg je een hele speciale spoorstructuur. En dan kun je een lange trein erop laten rijden, maar je kunt ook een kort voertuig op laten rijden. En dan is ook de druk op die rail is veel minder. En hier kunnen dadelijk elke 10 seconden als het nodig is voertuigen achter elkaar rijden. Nou zijn er verschillende spoorconstructies. Je hebt de bovenste is de doorhangende spoorstructuur. En de middelste is de enkele flexibele, de enkele harde spoorstructuur. En de onderste is de dubbele harde spoorstructuur. En als je dan een foto ziet, rechts zie je de flexibele spoorstructuur, de doorhangende. En dan zie je die bril erop liggen. Dan kun je ook zien hoe smal die sporen zijn, maar hoe sterk dat ze zijn. Er zitten 4 kabels in, dat zijn getwiste snaren. En die zorgen voor de sterkte. En dat zie je links ook, dan heb je de harde spoorstructuur. Zie je ook bekabeling in zitten. En die bekabeling die zit in dat omhulselen en zijn allebei bij, zitten er een vulling in. Van een soort cement, zo moet je het eigenlijk zien. En dan erboven overheen zit ook nog een heel harde laag. Daar heb ik straks nog een ander plaatje van, misschien nu. Ja, hier. Dan zie je rechts dat plaatje, eroverheen zie je een harde laag. En die is minimaal 50, maar waarschijnlijk tot 100 jaar is die sterk, dat die niet vervangen hoeft te worden. Dus het onderhoud zal veel en veel minder zijn. Wat we nu ook allemaal horen, dat de treinen stoppen omdat ze niet kunnen rijden, omdat er onderhoud gepleegd wordt, dat zal hier tot een heel erg minimum beperkt worden. Dan zie je de wielen. De wielen rijden op die harde lijn en dat is een staal op staal wrijving. En door die staal op staal wrijving verbruikt die veel minder energie. Plus ook, er zitten geen rubberen banden om. Er kan ook geen gevaarlijke stoffen in het milieu komen. Dus dat is ook weer heel fijn. En beveiliging, de ontsporing. Daar zie je links en rechts de plaatjes. Links is het plaatje voor de computertekening. En dan zie je bovenin de wielen die rijden. En in de oranje rondjes, daar zie je de ontsporingssysteem. De wielen kunnen dus nooit van die rail afgaan. En rechts zie je de echte foto van een bovenkant van een wagon, waar het echt in de praktijk al gemaakt is. En deze rails die zijn zo sterk, omdat ze die bekabeling die erin zit, normaal gaat dat roesten. We zien het bij ons bij bruggen, die hangen ook aan die sterke kabels, maar die kunnen roesten. Hier, omdat het in een soort polymeeroplossing zit, kan dat niet. En dat is allemaal heel milieuvriendelijk. Als je dan kijkt naar het energieverbruik, bij een auto krijg je achterin die werveling, dat krijg je bij de U-fles niet. Op het tweede niveau gaat er boven en onder de wind heel makkelijk onder en over door, zodat de werveling in feite wegblijft. En kun je een versnelling, kun je harder rijden, krijg je meer snelheid. Wat kunnen ze hiermee bereiken? Een beter leefmilieu voor dieren, ook versnellen van het transport en oplossen van files. Maar alles blijft steeds geïnspireerd en georiënteerd op de groene energie. En omdat dit een heel andere manier van ontwikkelen is, is er ook een eigen opleidingscentrum en worden medewerkers daar opgeleid. Bij de beide parken zijn die, maar vooral in de Verenigde Arabische Emiraten is het heel groot. En werken ze ook samen met de universiteiten. En inmiddels zijn er al studenten afgestudeerd. Er zijn ook altijd nog mogelijkheden voor mensen om eventueel hier te gaan werken. Maar dat is even iets anders. Heb je daar interesse in, kun je me altijd bellen. Dan kan ik het doorgeven.
Als je dan kijkt hoe dat het is met de samenwerkingsovereenkomst die getekend is op 7 april. Want dat is wat iedereen heel graag wil weten. Men vraagt altijd, maar hoe zit het? Hoe lang duurt het nog? Nou, hier heb ik even wat belangrijke informatie. Want als je dan kijkt, Skyward Community is een social ventures ecosysteem. En ze hebben nu een samenwerkings- en investeringsovereenkomst getekend met de GTI. En dat treedt op namens de Juninski Groep. Het onderwerp van deze overeenkomst was om een roadmap te hebben voor de laatste fase van het project. Het bevat precieze stappen om transport- en infrastructuurcomplexen op basis van de stringstransporttechnologie naar de wereldmarkt te brengen. Dit is even heel belangrijk, voor ons is het laatste nieuws. Als je dan kijkt, de business roadmap die heeft de volgende stappen. 1. De huidige situatie vaststellen waar we nu staan. Dan ontwikkelen, inventariseren. Wat komt er op ons af? Dan de ambities voor de toekomst bepalen. Waar willen we heen? En haalbare opties onderzoeken. Hoe kunnen we daar komen? En de genoemde stages, zoals wij die nu kennen, dat is een document dat helemaal aan het begin van het werk is geschreven om een beeld te geven van de toekomstige verwachtingen. Dat was dus in 2014. Maar het geschetste plan is opgesteld op basis van analytische studies, economische modellen en de studie van internationale ervaring bij de uitvoering van gelijkaardige projecten. De implementatie hield geen rekening met calamiteiten, zoals overmacht in de omstandigheden van een langdurige wereldwijde systeemcrisis. Met name in 2016, in die versie van de beschrijving, werd er in de fase vermeld, elke overgang naar een nieuwe fase is afhankelijk van het behalen van de geplande werkomvang en doelen. Evenals het behalen van het projectfinancieringsschema. En een van de belangrijkste overmachtgebeurtenissen die de groeidynamiek van het project negatief beïnvloedde, dat was vooral de COVID-19-pandemie. En de wereldwijde economische recessie die erop volgde. Evenals ook de politieke crisis die verband houdt met de gespannen geopolitieke situatie in Oekraïne. Deze gebeurtenissen allemaal hebben invloed gehad op de activiteiten van de bedrijven die het project uitvoeren en hebben veel belangrijke bedrijfsprocessen aanzienlijk vertraagd. Desondanks werden de meeste activiteiten uitgevoerd binnen het oorspronkelijke tijdsbestek dat in de stages was uiteengezet. En op sommige gebieden konden de ontwikkelaars aanzienlijk meer bereiken dan aanvankelijk was voorzien. Vanaf februari 2023 bevindt het project zich officieel in fase 14.3. De volgende fase, fase 15, moet worden gemarkeerd door de voltooiing van de bouw, het testen en de certificering van een testcomplex van een hoge snelheidssysteem en de oprichting van een verkoopsalon van complexen voor vervoer van passagiers met hoge snelheid, tot 500 km per uur. Om redenen buiten de macht van de ontwikkelaar werden de plannen voor de hoge snelheidscomplex niet volledig uitgevoerd tegen de deadline van 2018 voor voltooiing van de ontwikkelingsfase. En de belangrijkste factoren die dit verhinderden waren onvoldoende financiering en moeilijkheden bij het verkrijgen van goedkeuringen in de Republiek Wit-Rusland om een viaduct met de vereiste lengte vanaf 20 km te bouwen voor proeftesten en certificering, inclusief snelheden tot 500 km per uur. Wat is er nu? Wat gaan ze nu doen? Het moment van de overgang naar de laatste fase van naar de wereldmarkt brengen is getimed op het grondgebied van de Republiek Wit-Rusland en de lancering van Unimobiel met 25 zitplaatsen en een semi-flexibel zwaar viaduct met een lengte van 2,5 kilometer in het Yuzhsky Test and Set Demonstratiecentrum in Sharjah. Wat zijn nu de belangrijkste plannen voor deze laatste fase? In 2023 willen ze de toename van het aantal voorontwerpcontracten voor stedelijke en voorstedelijke Juninski stringtechnologie vracht- en passagiersvervoer met een totale lengte van sporen tot minimaal minstens 100 km brengen. En ook het ingenieursbureau wordt zelfvoorzienend met het geld dat het verdient met zijn werk aan commerciële Juninski stringtechnologie complexprojecten. Zelfvoorzienend. In 2024 is de exit van het moederbedrijf voor ingenieering van Juninski stringtechnologie om winst te maken. Een aantal nieuwe contracten, gegund in 1 jaar, in deze en volgende periodes van tenminste 5 jaar. De totale lengte van de sporen moet tenminste 200 km zijn.
En ook de lancering van een demonstratie- en testcomplex met 2,5 kilometer lang met stevig viaduct voor zwaar gebruik in het test- en demonstratiecentrum van U-Sky. En een lancering van 2 Uninsky String Technologie demonstratie- en testcomplexen met semi-flexibele en stijve heavyducten viaducten in het Ecotechnopark in Marina Gorka, Wit-Rusland. In 2025, hier zit iedereen om te wachten, start van de dividendbetalingen. Dus geld geven aan investeerders in stringtechnologie. Dividenden, dus geld, wordt in dit geval betaald door de distributeur van het Uninsky String Technologie Transport en Infrastructuurcomplex en de Uninsky String Technologie licenties, in plaats van door het ingenieursbureau Uninsky String Technologie. De andere werken dus, Uninsky String Technologie werkt aan niet aan de commerciële projecten, dat doen de anderen, maar het wordt dus uitbetaald via de externe. Dit is heel belangrijk nieuws en ik denk dat iedereen hierop heeft zitten wachten. We gaan dus, dit jaar worden nog de testen worden verder berekend en alles gedaan. Volgend jaar wordt er gebouwd en over de winst, doordat ze zelfvoorzienend zijn, gaan we in het jaar daarna, in 2025, onze eerste winst te krijgen. Dus dit is wel heel belangrijk nieuws. Dan gaan we even verder wat er dan allemaal nog gedaan moet worden. Want voordat ze de markt betreden, moet elk voertuig getest zijn. Strenge testen moeten ze hebben. En wat is het doel daarvan? Dat ze de analyse van de stijfheid van een flexibel spoor onder invloed van de transportbelasting kunnen testen. Dat de afhankelijkheid van het temperatuurimpact bekeken wordt. De berekening van de krachten, zoals het spanningsbereik en de duurzaamheid van een flexibele rail, voor de transportbelasting van de Unicar T. Dat is de tropische versie. Dus dit is voor in de Sharia. Dat is heel belangrijk. Daar heb je hele hoge hitte. Maar ook 's nachts kan het heel koud worden. En dan moet zo'n string het hele jaar door, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, voor getest worden en goedgekeurd worden. Want vooral in die landen is het heel belangrijk om dat ze daar niet zoveel, ja, met stormen, tropische stormen, leidt het materiaal ook heel veel. Moet allemaal getest worden. Dan krijgen ze daarvoor patenten, onderscheidingen en ook certificaten. Patenten zijn natuurlijk heel belangrijk, want dan mogen ze de hele tijd zelf zonder concurrentie verder bouwen. In 2019 werd Uninsky String Technologie al een van de experts in een VN-programma voor duurzame ontwikkeling. En in februari 2018 werden ze ook lid van een grote internationale organisatie, de International Association of Public Transport. En dat is een grote groep van transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit meer dan 96 landen. En er zaten 1400 bedrijven in en Uninsky String Technologie was er eentje van. Zo snel na zijn start van bedrijf. Dat is heel knap. Als mensen een beetje meer van de techniek willen weten, dan kunnen ze naar de website en dan kunnen ze alles bekijken. Mensen die daar niet zoveel van interesse in hebben om dat te weten, kunnen wel naar een andere site en kunnen ze alles kijken hoe het omschreven is. Dat is wel makkelijker voor ons, voor de meesten. Maar techneuten willen graag het allereerste zien. Dan hebben we hier de verschillende modellen. Links een heel rijtje met allemaal passagiersmodellen die tot 150 km per uur kunnen. Rechts bovenin is de U-Flash, die kan een snelheid halen straks van 500 km per uur. Daaronder is de Unilight. En de Unilight, die hebben ze afgeleide van gemaakt en dat zijn de twee onderste. En die twee onderste kom ik straks even op terug, want die zijn speciaal voor een bepaald land al gebouwd. En die worden nu getest. Dan heb je hier de modellen voor de industrie. De tweede van boven, dat is de containervervoer. En als je ziet, die kost $1 per 100 ton per kilometer vervoer. Dat scheelt een heel stuk met wat op dit moment de kosten zijn voor met de vrachtauto rijden. Dus dat gaat straks ook een heel grote impact geven op de verkeersdoorstroming. En dan heb je de transportband, de derde van boven. En de onderste is ook de transportband. Dan kijk je hem van boven op hoe het complex eruit ziet. Om het wel beter te bekijken heb ik hier een grotere foto. Dan zie je dat de transportband bij de plaats van bestemming zich kan kantelen. En dan vallen de materialen in een algemene bak waar ze het verder op de plaats van bestemming kunnen gaan verwerken. Er zijn twee prioriteitsrichtingen. En de ene is voor personenvervoer voor ongeveer 25 zitplaatsen en de andere is het containervervoer. En als je dan kijkt in de spits, kan Uninsky String Technologie 25.000 passagiers per uur van A naar B reizen.
En ze kunnen ook 100 miljoen ton vracht per jaar vervoeren. 100 miljoen per jaar, dat is veel hoor. Dit is het kantoor. Heb je linksboven zien de mensen werken, rechtsboven is het laatste nieuwe kantoor. In het midden der plaatje schuin, dat is de hoofdingang. En onderin was het allereerste kantoor, het onderste plaatje, dat witte gebouw, dat was hun allereerste kantoor. En dat blauwe, dat is een deel van de fabriek waar ze kunnen bouwen. Dit is het kantoor, dit is het terrein wat ze kregen, was een vervuild militair terrein. En dat gingen ze ontwikkelen. Dat was de bedoeling om het in 2016 zo te ontwikkelen. Zo zag het er toen uit en in 2019 zag het er zo uit. Dat is al een heel groot verschil. Als je kijkt hoe dat het water daar aan de achterkant is helemaal niet ontwikkeld linksboven. En als je naar rechts kijkt is al heel erg ontwikkeld. Daar zijn ze ook heel veel aan het bouwen en het doen voor visserij. En daar links van dat water daar wordt al een soort bungalowcomplex gebouwd. En dan kun je op de volgende foto zien, dan zie je het van de andere kant. Dan zie je, hier zijn we bij het water en dan kijk je naar de rails die daar achterin zitten van het vervoer voor de testen. En hier vooraan zien we de bungalowhuisjes die mensen kunnen huren, een soort vakantiepark. Ik weet ook dat er ergens een stukje is waar kinderen kunnen spelen, met van alle handen de trajecten. Dus dat is gewoon heel leuk en de ouders kunnen vissen. Heel mooi. Een speciale website is ervoor. Dan hebben mensen ook wel eens ooit de vraag aan mij gesteld. Ja, maar wat nou als zo'n wagon stopt? En je zit daar middenin ergens en je kunt er niet uit. Dat gebeurt ook wel eens. Wat dan? Nou, geen probleem. Elke wagon heeft aan de voor- en de achterkant de koppeling, een soort trekhaak. En dan kan die aangekoppeld worden en naar het volgende station gebracht worden. Waar mensen uit kunnen stappen en waar ze de wagon kunnen gaan repareren. Als we dan verder naar de Verenigde Arabische Emiraten gaan, dan zien we vooral daar Dubai en Sharjah. In Sharjah ligt het testpark. In Dubai komen ook projecten die gebouwd worden. En ook helemaal bovenin een puntje heb ik straks ook nog een nieuw model. Maar we zijn daar begonnen in de Verenigde Arabische Emiraten, doordat in april 2018 de sheiks op een beurs dit voertuig zagen. Ze vonden het zo geweldig en ze zijn in gesprek gegaan met Janinski String Technologie. En op een gegeven moment hebben ze in september al een contract getekend dat er een stuk grond gekregen werd waar ze op konden bouwen, waar ze konden gaan testen om in heet klimaat ook te kunnen kijken dat ze dit soort vervoer konden hebben. En na de handtekening zetten zijn ze daar naartoe gegaan en dan zie je hier rechtsonder, dan zie je een paar auto's staan en daar hebben ze een officiële opening gedaan van het gedeelte van de grond wat ze hebben gekregen. En dat zie je in het middelste plaatje, daar is de opening gedaan van het nieuwe park. Dus heel mooi. En een jaar later stond er dit, een 400 meter lange baan. Achterin zie je dat het station gebouwd wordt, er is nog in aanbouw, maar ze zijn al aan het testen. En vanaf het station tot de eerste pilaar is 100 meter, ertussenin van pilaar naar pilaar is het 200 meter, en dan weer naar het volgende station is 100 meter. En hier zijn ze al vanaf die tijd constant aan het testen om te kijken of wat de weersomstandigheden doen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, om al die veiligheidscertificaten te krijgen en te kijken wat de materialen doen. Dit is in het station, die mooie grote plaat, heel luxe, met mooie luxe stoelen. Ik ben hier geweest, rechtse stoelen, je zit er tegenover de opening van de schuifdeuren, glazen schuifdeuren, en dan kun je in zo'n wagon stappen. Linksboven zie je dat, dan kun je instappen, daar staat je even aan de zijkant. En rechts bovenin is een plaatje van het tweede vervoertraject. Dat is 2,5 kilometer baan, baan 4. En hier zijn ze aan het bouwen. Inmiddels is je klaar. Maar hier is je nog, zo staat het, zoals de bouw is. Hier links is een plaatje. Dan kijk je vanaf de universiteit naar het testpark. Dan zien we daar die vierkante. Ik zal kijken dat ik er even kan komen, dat ik het even kan laten zien. Hier deze. Hier zien we de. Hij wil niet. Deze hier. Deze vierkante. Deze lijn is testlijn 4. Die is nu klaar. En dit wordt testlijn 2. Die zijn ze nu aan het bouwen. En hier zit een controle, een beveiliger, dat je het testpark niet opkomt. Maar als je hier oprijdt, een stukje verder is ook een ingang daar. En dan helemaal achteraan daar staat het ecohuis. Dit is een lijn, 2,5 kilometer lang. Die gaat echt van hier van rondonde naar daar rondonde.
kun je op en neer rijden en kun je hier gaan kijken. Iedereen die wil, kan hier naartoe rijden. De snelweg is er meteen naast, of snelweg, je mag ook gewoon langzaam rijden. Hebben wij gedaan. En we hebben een taxichauffeur gevraagd om te rijden. Die reed gewoon heel langzaam en auto's gaan gewoon voorbij. Er is niemand die toetert, dus dat is wel heel mooi. Als je dan kijkt in het midden bovenin, dan zie je daar een binnenkant van het ecohuis toen het net klaar was. En rechts ernaast, hoe het op dit moment is, zo groot zijn de planten al gegroeid. En het onderste plaatje rechts is de rotonde voor het ecohuis. Wij zijn daar geweest in het ecohuis. Buiten is het heel leed. Je loopt daar binnen en het ecohuis, daar is het heel cool. Het voelt zo aangenaam aan. En je ziet op het middelste plaatje bovenin dat het gewoon boven open is. Maar door alle planten en alles moet je eigenlijk iets voorstellen. Hoe kun je het voorstellen als je in een bos loopt? Als het heel heet is, in een bos is het ook cool. En zo moet je dat eigenlijk ook een beetje bekijken. Het is echt heel erg mooi. Als je dan ziet dat de spoor 4 straks gelijktijdig een U-bus voor passagiers, maar ook de containervervoer kan testen daar. Dat is gewoon heel mooi. Hier zijn 3 bouwbedrijven aan het werk. Dit zijn plaatjes van de bouw van de testlijn 4 die toen gebouwd werd. Inmiddels is die klaar. Maar dan zie je dat ze hier hele constructies zijn er, wat er allemaal gemaakt moet worden om dat voor elkaar te hebben. Er staat naar verwachting is de installatie begin 2023 klaar. Nou, die is nu klaar. En nu is er een wagon daar naartoe en die wordt op dit moment erin gehangen om getest te worden. Hier zien we nog wat plaatjes. En dan zie je de sheik staan met een pijl. En die pijl, daar kun je op het volgende plaatje zien, dat is een groter geheel. En dan zie je dat daar in die maquette de vervoer van Janinski stringtechnologie in de maquette ook ingemaakt is. Heel mooi om dat te zien. Anatoly Janinski heeft ook een interview gegeven aan de Emiraten TV. En daar heeft hij van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vertellen hoe de technologie na 4 jaar snartransport daar in dat land was. En zijn natuurlijk altijd in het begin als je gaat bouwen, zijn er wat probleempjes. Die zijn allemaal opgelost, onder andere van het stadiononderhoud. Maar ook de kettingrailviaducten hebben ze wat aan veranderd. En het geautomatiseerde systeembeheer, maar ook de nutsvoorzieningen. Overal hebben ze wat dingetjes op aangepast en nu is het gewoon perfect. En er worden niet alleen maar testbanen gebouwd, ook het innovatieve technologieplatform en ook de bijbehorende infrastructuur voor die platforms, die worden daar nu ook allemaal gebouwd en getest. Containers hebben een laadvermogen van 2 tot 35, 40 ton. Hier zie je het controlecentrum. Daar zijn we ook geweest, dat is heel mooi. Je kunt daar in de wagons kijken, maar ook in de stations. Zouden mensen vandalisme plegen, dan kunnen ze op afstand de deuren dicht houden. En dan kunnen mensen gewoon aangehouden worden, opgepakt worden als ze iets fout hebben gedaan. Rechtsboven het plaatje, dan zie je daar dat Euron en ik daar zijn geweest. Wij kijken daar de wagon aan, waar een paar mensen in zitten die naar de andere kant gingen in die 400 meter baan. En wij staan daar te kijken en dan zie je dat we daar echt zijn geweest, dat het heel mooi is. En ze gaan dus in het voorjaar nu van de ontwerp, test en certificeringsfase naar de verkoop van serieproductie. En daar kan ik straks ook meer van vertellen, want de serieverkoop is al aan de gang en inmiddels zijn er ook al trajecten van. Dit is nog in de fabriek waar men bouwt. Zie je dat er meerdere modellen gebouwd worden. En links is het model, het laatste nieuwe model, wat gebouwd is en daar ingepakt wordt om op transport te gaan om getest te worden. Maar alvorens ze dat allemaal hebben, moet er heel veel getest worden en ook gecertificeerd om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Want je mag niet eerder met mensen in een wagon rijden of het moet goedgekeurd zijn en veilig is. En de controles zijn dus op veel verschillende vlakken. Bij een auto bouw je een auto, wordt de auto gecontroleerd, niet de weg. Hier wel. Hier moet de spoorconstructie van het elektrische vervoer, maar ook de anker en tussensteunen en het rijdersstation getest worden. En dan pas kan een wagon getest worden over die weg. Dus er komt veel en veel meer bij kijken als dat je normaal een auto gaat bouwen. Het is geslaagdheidscertificering en daarvoor wordt er voldaan aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En dit zal het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten natuurlijk heel erg vereenvoudigen. En het is geschikt om naar de wereldmarkt te gaan. En inmiddels zijn er gesprekken met de autoriteiten uit Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, maar ook met de buurlanden zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait.
Jeninski heeft meegedaan aan de aanbesteding van de RTA om korte termijn sporen te bouwen. Hij zei, we doen mee en we hopen te winnen. En inmiddels weten we dat de aanbesteding gewonnen is door hem. En naast Jeninski Stringtechnologie waren ook bedrijven uit China, VS, Israël en Frankrijk betrokken bij deze competitie. En Sharia die bekijkt ook een verbinding van de oostkust naar Korfakkan. En er zijn al meerdere opties ingediend om de technologie in Korfakkan te ontwikkelen, waaronder een skytrack en vrachtvervoer naar de haven, maar ook een stedelijk netwerk in de stad. Daar heb ik straks ook meer uitleg over. En nu de 2,5 kilometer lange testlijn operationeel is, heeft U-Sky ook de eerste goedkeuring gekregen om een lijn te bouwen rond de kustplaats van Korfakkan in het Oostelijke Emiraat. Daar vertel ik later ook meer over. Dat is dit. Dat is het Emiraat Ras Al Khaimah. En hier zijn ook al verschillende routes, die laat ik verder hier niet zien, maar er zijn ook al verschillende routes daar bekendgemaakt. Dus daar wordt er gebouwd en dan daaronder zie je Dubai staan, daar wordt gebouwd en ertussenin is Sharia en daar wordt ook gebouwd. En rechts zie je ook nog Korfakkan ertussen staan. Daar in dat kleine gedeelte worden heel veel trajecten gebouwd inmiddels. Als we dan verder gaan naar Dubai, dan zien we Dubai de luchthaven, linkse plaatje. Bovenin een luchthaven, onderin een luchthaven, is 45 kilometer, wordt ook een traject gebouwd, zullen we verder niks van horen tot het klaar is. Beide luchthavens krijgen ook een toegang tot de haven. En die haven, als je dan kijkt van de onderste luchthaven naar de haven, dat is iets van 18,5 kilometer. En er zal een 14 minuten over gedaan worden om deze route te rijden, over de verschillende stopplaatsen nog, ook nog. Dit is Oleg Sareski, dat is de contactpersoon die in de Verenigde Arabische Emiraten de contact heeft gelegd en controles en alles heeft gedaan en inmiddels ook de verkoop doet naar andere landen. En je zult hem op volgende plaatjes, moet je maar eens opletten, heel dikwijls zien dat hij in verschillende landen is, zoals ook in Indonesië heeft hij het ook de contracten getekend en zo. Dus je zult deze Oleg Sareski heel dikwijls zien en ook de man die erachter zit. Wat zijn de voordelen? Nou, de kosten zijn veel minder dan de helft nog van het conventionele vervoer. En belangrijke logistieke problemen zoals je hier ziet, die komen niet meer. Die zijn opgelost. Mensen hoeven niet meer hier te wachten en met snallen in de trein geduwd te worden. Want er komen telkens nieuwe wagons waar men in kan stappen. Maar ook late lostijden worden verkort voor de industrie. En ze hebben minimale grondwerving nodig en ook geen dure terminals. En kijk hier eens rechts het plaatje, rechtsonder. Dan zie je zelfs op een tussenstrook bij een snelweg, als die wat breder is, kan men daar ook een traject bouwen. Waardoor onderscheidt Jeninski Stringtechnologie zich met het U-Sky Transport en Infrastructuurcomplex? Door de hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in het personen- en het vrachtvervoer. Het is bestand tegen mist, sneeuw, stof en zandstormen, betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen, bestand tegen vandalisme, tsunamis, rivieroverstromingen en aardbevingen. En wat de milieuvriendelijkheid betreft, de verhoogde route is goed voor de biodiversiteit van de natuurgebieden en deze baan vernietigt ook geen vruchtbare grond en de vegetatie die erop groeit, die kan gewoon doorgroeien. En trekroutes voor dieren worden niet geblokkeerd. Kijk eens naar die kangoeroes die eronder staan. Als ze hier vrachtwagens moesten rijden, dan hadden ze hier niet meer gestaan. Maar niet alleen die grote dieren, je moet ook kijken naar de planten en de kleine dieren die oversteken. Er wordt heel veel plat gereden op zijn wegen. En doordat het op tweede niveau is, kan de dierenontwikkeling en het milieu en alles gespaard worden. Maar ook de dieren kunnen hier weer hun leven gaan opbouwen. Als je dan kijkt naar de kosten. Een gemiddelde kosten voor de aanleg van een hoge snelheidsweg kost voor de bouw van een kilometer 30 miljoen. En dan is het jaarlijks onderhoud. Elk jaar komt er terug per kilometer $100.000. Dus dat is heel veel. Eerst per kilometer 30 miljoen, maar elk jaar voor elke kilometer $100.000. Dat is hartstikke veel. Maar de Hyperloop zal nog duurder worden. Want die wordt nu geschat op zeker 50 miljoen per kilometer om te bouwen. En de technologie is nog in de conceptfase. Dat wil zeggen, weten we allemaal, als er iets gebouwd wordt, het wordt altijd duurder, het valt altijd tegen, dus het zal waarschijnlijk nog wel duurder worden. Als je dan kijkt dat een kilometer metro kan oplopen tot 150 miljoen per kilometer, dan zie je dat hetzelfde deel van Jeninski Stringtechnologie, dat die gemiddeld slechts 10 miljoen zal zijn per kilometer. Dat is een heel groot verschil. En als je dan kijkt naar de kostprijs gemiddeld tussen de 5 en 15 miljoen en weinig onderhoudskosten, dan weet je dat dit de hele industrie fundamenteel zal gaan veranderen. Want het scheelt zoveel in de kosten. Zeker ook het onderhoud, is zo belangrijk. Nou,
heb ik hier een foto, die heb ik al heel lang, maar die laat ik erbij, want mijn contacten uit België, de mensen, die kennen dit bedrijf. Nederlanders niet, maar de Belgische mensen wel. En die zeggen, als Bekaert levert, want die levert hier de alle bekabeling die in die harde spoorstructuur gaat, die wordt allemaal door Bekaert geleverd. En zij kunnen alles leveren. Het was eerst een ander bedrijf, we komen een deel leveren. Bekaert heeft gegarandeerd dat ze wereldwijd, overal waar ze gaan bouwen, dit kunnen leveren zonder vertraging. En dat is gewoon heel belangrijk. En dan zie je dat het ook hier al in Belarus ligt. Dan zie je de steentjes op de grond. Hier is een goede contactpersoon van mij, die heeft hier een foto van gemaakt. Op die rollen zie je blaadjes staan. Wat staat daarop? Daar staat op dat Jeninske String Technologie het geleverd heeft gekregen van de firma Bekaert. En elk plaatje, dat staat op zijn rol. Heel belangrijk om dat te weten. En dan zie je hier de foto van de aanbouw. In aanbouw zijnde lijn 4. Bij de pijl links zie je ook de rollen liggen van de bekabeling die daar gebruikt moet worden om te bouwen. Dus Bekaert blijft echt constant leveren. En hier zien we die twee mannen. En tussen die twee mannen zie je een auto. En die auto, dat is een speciale aparte toegangsweg die gemaakt is voor als afslag om naar het testpark te gaan. En als je dan daar het testpark, achter die auto, zie je het paviljoen. En daarachter zie je het houten huis. En hier is de nieuwe officiële afslag om het testpark op te gaan, om daar te gaan kijken. En nou zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar hoe oud is die Anatolij al? Hij is dit jaar al 74 geworden. Wat als hij er niet meer is? Nou, geen probleem. Hier zie je hem links staan, maar rechts zie je zijn zoon. En let maar op dat gezicht, je ziet dat gezicht heel dikwijls op foto's terugkomen. Dus wat dat betreft is de toekomst gewoon verzekerd. En zijn vrouw werkt hier ook nog. Dus dat is een groot verschil. Als je dan hier kijkt wat er allemaal gedaan is in die jaren. In 2015 de eerste grond gekregen in Belarus. Daar hebben ze gebouwd. In 2016 was daar het eerste traject klaar. En in 2017 waren twee andere, Unibus en Unitruck, ook daar klaar om te testen. In 2018 hebben ze een handtekening gezet bij de Verenigde Arabische Emiraten, waar in 2019 het eerste traject klaar was. En in 2020 werd de Uniflex, die gebouwd is voor 6 personen en 500 km per uur kan halen, werd in test genomen in Belarus. En in 2021 is ook containervervoer getest in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus je ziet dat hier heel, heel veel ontwikkeld is in een zeer korte tijd. Maar nou was er ook heel veel media-aandacht op een gegeven moment, want de verslaggever die hoorde hiervan en die dacht van nou, ik wil gaan vragen of dat het echt waar is. Dus hij is daar naartoe gegaan, hij mocht komen kijken, hij mocht zelfs een filmpje maken, heeft hij gedaan, heeft hij gepubliceerd en heel veel nieuwszenders hebben toen overgenomen, zoals Fox News, CNN en heel veel andere. Maar ook het weekblad Construction Week, die heeft op een gegeven moment ook aandacht eraan gespendeerd. En niet alleen op de voorpagina zoals je hier ziet, maar ook binnenin een hele uitleg over deze nieuwe manier van technologie. En dan moet je weten dat wij hier al veel eerder iets van wisten. En dat wij helpen om dit verder te ontwikkelen. Dat is toch hartstikke mooi. En nu is er inmiddels een nieuw pad afgeleverd in de Verenigde Arabische Emiraten. En die is aangekomen. Die gaan ze nu testen op het 2,5 kilometer lange baan, want daar kan je een snelheid halen van 150 km per uur. En deze U-bus is geschikt voor in de stad, in tropische omstandigheden. Het kan gebruikt worden in grote straten van megasteden. Daar worden ze al de druk op de wegen wordt dan natuurlijk aanzienlijk ontlast. In die wagons is het nog eens heel mooi, want je hebt 360 graden rondom uitzicht. Je hebt een hoge geluidsisolatie, geen last van de herrie, want hij is stil en hij is heel erg veilig. Daardoor kan de U-bus de hogere doorvoer van transportsystemen bieden, een betere hogere doorvoer van transportsystemen bieden dan de treinen. En het bevindt zich nu in een proces van ingebruikname. Ze zijn bezig om te testen en de acceptatie te testen ervan. En de volgende stap is de laatste fase van het testen. Van de U-bus op testpark nummer 4. En als dat gedaan is en die heeft 150 km per uur gehaald, dan stopt ook fase 15. Maar in het Ecohuis kun je ook gaan kijken, hebben wij ook gezien, dan zie je het in het klein allemaal gebouwd. En dan moet je zien, die achter dat is de woontoren. En die woontoren die moet als een flat gezien worden. En dan zie je dat die
sorry, de wagons daar getest worden en dan kunnen alle grote landen en hoge functionarissen kunnen hier komen kijken, krijgen hier alle uitleg. Inmiddels zijn er gesprekken geweest en testritten gemaakt door verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende landen, zoals Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho en nog veel andere landen. En delegaties uit landen die inmiddels echt in gesprek zijn met hun om gewoon een traject te bouwen, dat zijn Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Brazilië, Frankrijk, Rwanda, Zweden, Mexico, Ecuador en natuurlijk ook de Verenigde Arabische Emiraten. Hier horen we allemaal niet veel van. Er worden geheimhouderscontracten getekend en het wordt pas naar buiten gebracht als het land het eerst naar buiten heeft gebracht. Eerder kunnen wij het niet naar buiten brengen, want er staan hoge boetes op. Dus zodra een land het naar buiten heeft gebracht, en ik heb dadelijk wel een aantal plaatjes van landen die het naar buiten hebben gebracht, maar de meeste niet. Maar als je hier kijkt, zitten gewoon ook al Europese landen bij. Hier heb je onder andere Sudan. Die is hier wezen kijken. Die kijken ook de mogelijkheden om de samenwerkingsmogelijkheden en de bouw te kunnen verkennen. Dit is een delegatie uit Zwitserland. Hebben we hier uit Italië. India is ook wezen kijken. Die is weer terug. Ze wilden graag samenwerken met een betrouwbare partner. En ze denken dat dat Anatoly Yunitskiy zeker is. Hadden ze in eerste instantie niet gedacht, want toen zijn ze weggegaan. Maar nu zijn ze weer terug. Dan heb je hier Anasek, dat is de prinses van de Filipijnen. Die is hier in het controlecentrum en dan krijgt ze ook uitleg erover hoe het allemaal werkt. De Republiek Paraguay is geweest. Brazilië, heel belangrijk. En hier zie je een delegatie van overheidsfunctionarissen, burgemeesters en ondernemers uit Brazilië. Die krijgen een rondleiding. Er is verder nog niks over bekend, maar waarom moeten de burgemeesters en ondernemers komen kijken als ze er verder nog niks weten? Dus hier zijn de gesprekken al veel en veel verder. Vietnam. Daar is de Vladimir Solar. František Solar en Vladimir Maslov, die zijn in Vietnam geweest. En daar hebben ze een vuurtransnet opgericht. En dat is speciaal voor de bouw in Vietnam. En daar zijn ook gesprekken al heel ver. We weten er verder ook nog niks van, maar hier zijn dus de gesprekken ook al heel ver gevorderd. Korea zie je hier, die zijn ook aan het grote plaatje, zie je dat, die geven daar aan waar ze het traject willen. Kazachstan, mensen zijn hier ook geweest. Hier zie je Anatoly Yunitskiy lopen samen met een aantal mensen van de delegatie. En als Anatoly Yunitskiy op foto erbij staat dat hij bij die delegatie is geweest, zijn het hele belangrijke mensen. Telkens als jullie nieuws horen of zien en je ziet een foto waar Anatoly Yunitskiy met mensen op de foto staat, dan houd er maar rekening mee dat de belangrijke delegaties zijn. Hier heb je ook de hoogheid, zijn hoogheid Saik Asawit Bin Squak Al-Qasimi. Hij is lid van de Hoge Raad van de Arabische Emiraten en heerser van Ras Al-Khaimah, dat is dat en dat is dat andere emiraat, hoog bovenin. En die hebben ook informatie gekregen en die willen ook de dingen dat die uitgevoerd worden en gebouwd worden. En die zijn daar ook heel erg in gesprek om veel meer te gaan doen en te gaan bouwen. Dan heb je Kirzinger. Dit is een dame, die is leider van twee grote transportbedrijven. Waarom komt die hier speciaal uitleg krijgen door Anatoly Yunitskiy? Als je een bouwbedrijf hebt, dan wil zeggen dat Kirzinger ook al veel en veel verder is in de gesprekken. Dan heb je Lesotho, de koning en koningin hebben wij gezien toen wij daar in het park waren dat we mochten gaan bekijken. En dan zien we hier ook nog de Italiaanse en Tsjechische Kamer van Koophandel. Of mensen zijn ervan geweest. Ik kan niet alles voorlezen en moet je zelf maar even lezen. Want ik moet opschieten, want om 8 uur stopt echt deze presentatie. En ik heb nog eventjes wat sheets te gaan om jullie alles te laten weten. Dit zijn vertegenwoordigers uit Pakistan van een digitale bank. Dus die zijn ook komen kijken. Rwanda. Rwanda is heel belangrijk, want die hebben uitleg gekregen en die wilden ook iets bouwen. En die hebben een speciaal model, wilden goedkoper bouwen. Die wilden dat mensen daar niet zo'n dure leren bekleding hadden waar ze op moesten reizen om dan een duur kaartje te betalen. Die wilden een vereenvoudigde uitvoering. En toen hebben ze deze twee modellen, die heel luxe zijn, die hebben ze
als uitgangspunt genomen. En daar hebben ze dit model van gebouwd. Waar ik het straks over had, heb ik op de foto laten zien. Hier is deze in de fabriek gebouwd. En die is klaar en die wordt op dit moment getest. Dan heb je vooral de uitbreiding naar de Zuidoost-Aziatische markt. En dat is de dame, Nadezhda Kosareva, die vindt het belangrijk om naar de Zuidoost-Aziatische markt te gaan, want daar is nog heel veel vraag naar deze gedurfde technologie en het vermogen ook om dergelijke dingen te kunnen bouwen. Daar zijn de wegen nog niet zo goed. Wij hebben hier al wel. Dan is ook het microklimaatsysteem aan de binnenkant is ook heel belangrijk. En inmiddels is dat een heel uniek luchtuitwisselingsprogramma ontwikkeld. En daar kan de cabine continu gevoed worden met een bepaalde hoeveelheid frisse lucht om de uitgeademde lucht van de passagiers te compenseren. En dit microklimaatsysteem is met succes getest bij extreme temperaturen tot plus 55 graden, maar ook min 55. En ze kunnen de temperatuur dan houden op een temperatuur van 18 tot 23 graden boven Celsius natuurlijk, in de cabine zelf. Dus dat is heel, heel goed. Welke projecten zijn er wel officieel bekendgemaakt? Dat komen nu. En dat is dus Dubai. Die heeft het in de Innotrans in Berlijn heeft hij bekendgemaakt. Dat ze 15 kilometer gingen bouwen met 21 stations. En hier zie je een paar afbeeldingen van de stations. En de twee onderste plaatjes daarvan zie je dat ze ook een landingsruimte hebben voor helikopters. Dat mensen daarop kunnen landen en dan verder kunnen gaan met deze manier van vervoer. Dus dat is heel mooi. Dan hebben we Indonesië, Jakarta. De Indonesische regering die gaat de huidige hoofdstad Jakarta op het eiland Java vervangen door een nieuw eiland op het eiland Borneo. En dat is bekend sinds 2019, want de mega metro in Jakarta, die heeft 11 miljoen inwoners, is niet meer geschikt, want stadsdelen staan regelmatig onder water, ze liggen onder zeeniveau en ze zakken steeds verder het zeeniveau, onder het zeeniveau. En nu willen ze een nieuwe lijn gaan bouwen. Maar ze gaan op het zeeniveau, op het eiland bij Jakarta, gaan ze een 8 kilometer verhoogd viaduct bouwen, zodat mensen wel van A naar B kunnen reizen. En dan kost het met de auto normaal 25 minuten, met de bus 50 minuten. Maar hier kunnen ze in 3 minuten van A naar B, zonder dat ze natte voeten krijgen als het weer een keer onder water staat. En de nieuwe stad, die gaat heten Nusantara op Jakarta. En daar zijn ook berekeningen en gesprekken nu over om te kijken wat daar gaat gebeuren. Hoe ze Chinese stringtechnologie erin kunnen implementeren. Dan is El Salvador. Die hebben ook bekendgemaakt dat ze gaan bouwen. En ze hebben de eerste fase van het project al met succes afgerond. Ze hebben de routeopties al uitgewerkt. Evenals de configuratie en lokalisatie van stedelijke Chinese stringtechnologiecomplexen. Dat zal waarschijnlijk willen zeggen dat dit ook een van de eerste landen zal zijn die straks het traject gaat bekendmaken waar het is. En de regering van Sonsonate, dat is de stad waar ze het gaan bouwen, die heeft inderdaad heel veel interesse getoond in de efficiëntie, maar ook in de vlotte integratie van deze manier van vervoer. En Sonsonate ligt daar in El Salvador bij de pijl, zoals je daar ziet. Dus ze willen hier echt de economie van de stad heel erg omhoog werken door bij het transport ook in de hoogbouw de winkels te bouwen en bedrijven in te plaatsen, zodat ze de terugverdiensnelheid veel eerder zullen krijgen. Dan heb je ook Leningrad, dat is sinds kort bekend, sinds anderhalve week denk ik. En dan zie je links op het plaatje dat ik de Leningrad, dit grijze gedeelte is dat, en alle rondjes eromheen zijn de dorpen eromheen. Vanuit die dorpen worden vervoerlijnen naar de binnenkant van Leningrad gebouwd, zodat mensen niet meer daar heel lang in die files hoeven te staan. En dit is onder andere door onze contactpersoon Vladi bekendgemaakt. Die heeft daar helemaal dat project ontwikkeld. En dan heb je ook nog rechts met die twee pijlen daartussen. Dat is een mogelijk project voor een viaduct boven het hoofd van de stad Merino en het dorpje Novoya. Nog iets. En dat is waarschijnlijk een van de eerste trajecten wat ze gaan bouwen. Dus dit is echt heel, heel erg mooi om dat ook van daaruit te weten. Want daar kunnen ze veel goedkoper bouwen. De bouw van de viaduct voor de U-Light is ook op het testpark afgerond in Belarus.
En daar zullen we weldra ook wel iets van gaan horen. En hier zie je ook het contact met de businessmensen, het bedrijfsleven, want die hebben ook grote belangstelling getoond. En Anatoly Jeninski heeft de bezoekers van hiervan ook gezegd van dat er met toewijding gewerkt wordt aan de hoge ontwerp- en constructienormen. Want aangezien dat dit ook de basis is van het waarborgen van de veiligheid, is dat heel belangrijk. En ja, die mensen hebben gewoon extra uitleg gekregen daar. En dan zie je ook weer rechts dat ze daar ook weer met z'n allen wandelen. En in het middenste plaatje zie je ook Anatoly Jeninski weer met de oranje stropdas bij de bezoekers staan. Dan hebben we hier ook nog een dubbele route. Dit zijn routes die gebouwd worden in de Verenigde Arabische Emiraten. Ga ik even heel snel erheen, want anders haal ik het allemaal niet meer in de tijd. Dit zijn allemaal routes die ze dus al uitgewerkt hebben. En hier 106 kilometer. En hier ook nog, dat zijn de routes die gebouwd worden. En dan daarboven in het puntje van de Verenigde Arabische Emiraten hebben ze ook nog een route. En dan hier zien we dus dat de vragen van de mensen uit Partners uit Kyrgyzstan en Vietnam, dat ze daar geweest zijn, hebben ook heel veel dingen daar gehoord en gezien. Is gesproken, daar kunnen we later wat meer over horen. Hier hebben we nog een project van de vrouw van Anatoly Jeninski. Ze zegt, we hebben meer crisis overleefd, we zijn gehard in ervaringen en we hebben ervaringen opgedaan. En de infrastructuurproject dat door de mensen wordt ondersteund, door ons dus, en door mensen wordt vereist, hebben wij gezorgd dat het ook allemaal netjes verwerkt wordt. Ze hebben ook twee grote contracten gesloten in 2022 en één in 2023. De terugverdientijd van, het zal een kleine winst, is er al vastgelegd in 2022. De resultaten worden binnenkort heel echt gepubliceerd. En de activa zijn verhoogd. In 2023 verhogen ze de indicatoren. En tegenwoordig maakt de krachtige productie van het intellectuele potentieel het mogelijk om alle bestellingen uit te voeren, inclusief de langste baan van 100 kilometer. Dat is in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan zie je hier ook dat ze meer bekendgemaakt hebben over de TUF, over de eerste stappen van de certificering. Er komen nog meerdere stappen, want dit is nog niet de laatste stap, het is gewoon een deel van de stappen. Ik ga echt wel even heel snel erheen hoor. Ze hebben ook een wetenschappelijke organisatie zijn ze inmiddels geworden. En ze hebben ook in de noordelijke, zeer koude regio's hebben ze gebouwd, of kunnen ze gaan bouwen, kunnen ze alles toegankelijk maken. Want ze hebben ook de problemen voor duurzame ontwikkeling in de Arktische werelddelen, kunnen ze nu oplossen. En dat is gewoon heel fijn. En de meningen van experts, zoals je het hier kunt lezen, is gewoon dat ze alles kunnen verbeteren in de ontwikkeling van de stadsplanning, de organisatie en de productie, logistieke ketens, in die koude gebieden dan. Hè? En de ontwikkeling van moeilijk bereikbare gebieden kunnen ze zo bereiken. Daardoor is het ook comfortabel om te wonen en te werken langs deze communicatielijnen. En zal de mobiliteit van de bevolking aanzienlijk vergroten. Dan heb je hier ook nog de beveiliging. Mensen die tussen te dicht bij je wagon komen, dan wordt er gedetecteerd en dan stopt de wagon. Dat is ook heel belangrijk. En de Sheik van de Arabische Emiraten heeft crowdfunding goedgekeurd. Dat is ook nog eens iets wat heel erg belangrijk is. En ze zeggen dus, deze snartransportmotor die stoot geen schadelijke stoffen uit. Voor de aanleg van een kilometer snarroute is minder dan 100 meter, vierkante meter land nodig. Dat is ook gewoon heel erg belangrijk. En dit is nog even heel belangrijk, want ze hebben ook meststoffen ontwikkeld. En daar gaan we binnenkort iets van horen. Ze gaan de snel groeiende landbouwsector met de grote groeiende vraag aan meststoffen, die kunnen ze van hoge kwaliteit meststoffen voorzien. En dat is een van de eerste projecten wat wij straks ook heel snel zullen gaan horen. Ze zoeken inmiddels op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de unieke eisen. En belangrijk is vooral dat we daarom moeten letten straks, duidelijke communicatie en ook de behoeften en de verwachtingen begrijpen, niet meer vertellen als wat nodig is. Heel erg belangrijk. We zitten nu in fase 14.3. We gaan 10 mei naar fase 15. Dus dat is al heel belangrijk om te weten. En dan hebben we hier de sites waar we naartoe kunnen. Vooral ust.inc. Dat is een belangrijke site. Ga daar kijken. En de andere is van Jeninski zelf. Jeninski.com. Dus deze zijn heel belangrijk. Ik ben er gelukkig binnen de tijd erheen. Vorige keer was ik om 9 uur werd ik eruit gegooid. Dat vond ik heel erg jammer. Ik moet zoveel informatie vertellen. Jullie kunnen, we hebben een opname. Wie het wil horen, die kan mij schrijven. En dan kan ik de opname, als hij straks goedgekeurd is, kan ik hem eventueel nog naar jullie sturen. Dat je het in rust nog kunt bekijken. Kunt lezen wat er anders staat. Ik ben er heel snel doorheen gegaan. Maar dan heb je de tijd om er zelf nog doorheen te kijken.
Je kunt me ook bellen, je kunt Earl bellen of mij bellen. En dan wil ik daarmee zeggen, bedankt voor jullie aandacht. En ik zal even de telefoon even terugzetten hier. Ik heb het gehaald binnen het uur. Dat is wel heel fijn, vorige keer haalde ik het net niet. Sorry dat het op het eind zo snel ging, maar ik zag dat ik echt moet haasten. Dus allemaal bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wil je nog iets weten, dan mag je me altijd bellen. We zijn altijd bereikbaar, Earl en ik. En over 14 dagen zal Earl de volgende webinar geven. Dus dan hoop ik jullie allemaal weer te zien. We zullen de komende tijd heel veel nieuwe dingen gaan horen en die gaan we jullie allemaal met jullie delen. Heel belangrijk dat jullie hier komen om te